Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je respect hebt voor mij, omdat ik ISO doe. En doe ook een duimpje omhoog, gewoon omdat ik het leuk vind als je liked. Oké, dat is jullie allemaal heel lief, alsjeblieft. Toch een duimpje omhoog, alsjeblieft. Ik word er gelukkig van. Ja, dat is wel een beetje beter, denk ik. Het is nu wel pittig cool. En het is nu veel cooler, oké? Okay? Dat mag waarschijnlijk niet eens. En ik heb waarschijnlijk nu al mijn kansen verpest, maar... Let's go! Yo YouTube, Aceen hier met vandaag dus een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we praten over iets wat heel veel gevraagd wordt aan mij. Dus het is niet echt een Q&A, want het is meer eigenlijk één vraag die ik in een volledige video ga behandelen. En dat is, ga jij naar Gameforce? Naar welke meetings ga jij allemaal? Waar kunnen wij jou zien als wij jou willen zien? Die vragen die ik dagelijks krijg en eigenlijk antwoord ik er nooit op, omdat ik denk van, ja... Maar ik dacht, oké, als zoveel mensen dat willen weten, dan ga ik er een video over maken. Ja, ik ga naar Gameforce 4 en... Ja, ik ga naar Gameforce. Gameforce is een gameconferentie, dus het is eigenlijk een soort van conferentie voor games. En het is een gameconferentie in Antwerpen. En je gaat er naartoe voor de games en voor de YouTubers. Voor mij dus. Let's go. Het is de tweede editie en het vindt plaats op 3 en 4 oktober 2015. Dan is de eeuwige vraag, hey Sid, welke dag ga je naar Gameforce? Ik ga sowieso de zaterdag en over de zondag ben ik nog aan het twijfelen. Maar als ik zou gaan, laat ik het jullie wel in een korte video weten. Dus de zaterdag staat vast en de zondag is nog een beetje een twijfelgeval. Maar als ik in de comments hier beneden zie dat 10.000 mensen gaan de zondag, dan ga ik gewoon zeggen yeah, so yes, I'm going the Sunday. En de zaterdag dan ook. Maar wat kan je nu allemaal doen op Gameforce? Yo YouTuber, ik ben de grootste fan. Gameforce is een gameconferentie. Voor de 15e keer. Op Gameforce kun je games spelen die nog niet uitgebracht zijn of die gaan uitkomen later dat jaar. Een praatje slaan met de producer van dat spel. Een colaatje drinken met je beste vriend. Je kan er allemaal hele coole dingen doen, maar het allercoolste is dat er ook YouTubers komen. YouTubers. Voor de pictures. Met jou en je vrienden. Let's go. Enkele van de YouTubers die gaan zijn dus David Games. Doe maar gamen, Kastio, Ryan. Ja, Unagis. Aceit, Aceit, Aceit. Waarschijnlijk ook Aceit. Het doet hij zichzelf Aceit noemen op YouTube. En nog een paar. Maar ik ben niet zeker van iedereen. Dus ik heb alleen de namen gezegd waarvan ik het zeker ben. Ik denk dat Aceit echt wel komt. Zoals ik al heb gezegd, het is gameconferentie. Het is niet gewoon een meeting waar je foto kan nemen en dat er geen hol mee te doen is. Nee, er is pittig veel te doen. Wat is ook ervoor zorgt dat het niet gratis is. Het kost 10 euro voor een kaartje. 10 euro. Dat is een 1 en 0. 10 euro. Het getal tussen 9 en 11. Je kan ook VIP-kaartjes kopen, maar die zijn uitverkocht. Dus je kan nu geen VIP-kaartje meer kopen. Maar dat is niet erg. Kaartje is een kaartje volgens mij. Als je komt, dan zie je mij in levende lijven. Dan zie je mij niet als computerbestand, maar gewoon als mens. Als persoon van vlees en bloed. En ik ga daar waarschijnlijk heel de dag staan dom doen. Want ik wil de hele dag maar echt next level kut doen. Dan bedoel ik mensen kloten, echt gewoon chillen dingen doen en heel de dag proberen zo funny mogelijk te zijn, dat de video die ik ervan maak gewoon nog funnier is dan het echte funny zijn van de funnigheid. Dan ga ik waarschijnlijk ook nog naar een paar andere meetings, zoals de Dutch Shout Shout Gathering, omdat mijn Dutch Shout Shout Gathering altijd fucking chill is. Ik weet niet of ik naar de Belgian YouTube Gathering ga, want op de een of andere manier vallen die altijd op een datum dat ik niet kan. Heel raar. En dan ga ik, ik denk dat dat een beetje is qua meetings. Ik ben niet echt een meeting man. Dat wou ik zeggen. Bij deze heb ik dat gezegd. En ik ben blij dat ik het heb gezegd. Want nu is het ook gezegd. Oké? Ja. Nu moeten jullie niet meer elke dag vragen stellen naar mij. So guys, today is the video over for today. So guys, be sure to check out the like in the description. And be sure to press the like if you didn't press it already. So just scroll down and click on like. And like, click like. Mijn naam is Aceit en ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij nu leuk? Dan zeker even duimpje omhoog. Ik ben Aceit en ik zou zeggen ja. Joep.